Welkom bij de eerste uitzending van Voetbalroute 2017-2018. Ja, daar zijn we weer. We zijn hier met Danny Pala, trainer van Ivo. Paul Vullings, ja, verdediger, middenvelder, aanvaller. Kijk maar. De Aaron Winter van Venlose Boys. Zoiets. Want ook, ja. Zit ook eens op de bank natuurlijk. Af en toe. Maar je, alles is mogelijk bij jou, hè? Ja, in de goal hoef je mij niet te zeggen. Oké, nou dat is dan niet. Roy Schijven, hoofdtrainer van SV Blerk voor het tweede seizoen. Welkom. Ja, dankjewel. Ja, we zitten hier tijdens de MIFA Venlo Cup. De MIFA Venlo Cup heeft tot nu toe Venlose Boys als koploper opgeleverd. De enige ploeg in groep A dan. De enige ploeg die alles gewonnen heeft. Ja. Jullie hebben twee gespeeld, 4 punten ook als koploper. Ja. Ja, en Danny, je hebt 1 keer gewonnen, 1 keer verloren. Je hebt van Roy verloren, begreep ik. Hè? Was het een terechte nederlaag? Uiteindelijk vond ik niet, in de tweede helft hadden we nog wat kansen om het eindtocht wel een minimaal gelijkspel eruit te halen. Maar ja, daar koop je eigenlijk niks voor, toch? Roy? Nee, ja goed. Het is een half uurtje voetbal, hè, en je merkt dat het toernooivoetbal is. Dus in de eindfase merk je toch dat het ruimtes wat groter worden en dan krijg je uiteraard over en weer wat mogelijkheden. Maar dat maakt het ook wel leuk dat het een toernooi is. Alle drie maken jullie een kans op de eindzege. Ik bedoel, jij speelt zo meteen tegen Irene. Die hebben 2 keer gelijk gespeeld, want jullie hebben van Belfeldia gewonnen. Klopt. Irene heeft dat niet gedaan. Dat verbaast me een beetje. Maar ja, wat je zegt, het is toernooivoetbal. Jullie spelen dadelijk tegen HBSV, hè? Yes, ja. Heb jij Tim Nammer nog als trainer gehad ergens in de jeugd? Nee, ik heb samen met Tim nog gevoetbald. Oh, je hebt samen met Tim gespeeld? Ja. Was wel vervelend, hè? Ja, ik kon er wat van. Maar wel een winnaar? Ja, ik de winnaar, ja. Mis je zo'n types niet tegenwoordig? Ja, op zich wel. Ook een goede aanvoerder. Dus, type Tim Nammer? Ja, misschien ergens wel. Wel iemand die echt het team op sleeptouw kan nemen. En ja, alle gouden linkerbeen. Dus, ja, maar goed, Tim Nammer heeft nooit in de eerste klasse gespeeld. Dat gaan jullie nu wel doen. Ja. Ja, het niveau is wel veranderd inderdaad. Jullie zijn de favoriet ook natuurlijk voor die eindzegen. Ja, uiteraard. Als je als hoogste speelt in de regio, dan ben je favoriet. Kan je wel zeggen van niet, maar ja. Dan lig je een beetje, denk ik. Waar hoop je op een halve finale? Hoop je op Blerik, Irene of Ivo? Ja, liever niet Ivo. Heb je slechte herinneringen aan, hè? Zeg ik heel eerlijk. De meest lastige tegenstander voor ons, denk ik. En ja, Blerik en Irene zijn gewoon leuke wedstrijden. Ja. Waar je het ook beide kanten op kan in 20 minuten, geloof ik. 2 keer 20. 2 keer 15, Paul. In de halve finale niet toch? 2 keer 20 in de halve finale? Zeker 20. Ja. Dus meer belasting? Ja. Ja. Dus dan zou je zeggen. Maar wat vinden jullie daarvan? Prima. Ja? Ja, zeker. Ik denk dat je. Ik vond donderdag speel je in totaal maar 1 uur. En goed, we hebben een krappe selectie, zoals misschien wel gezien, bekend, ja. Is. Ja. Maar ja, goed, uiteindelijk speel je maar 1 uur. Is het toch in de voorbereiding? Het is prima, het is goed. Maar ja, vorige week moeten we toch allemaal 90 minuten ballen, dus daar moet je toch een keer naartoe. Ja, want volgende week begint de beker al. Ja. Waar spelen jullie tegen? Wij beginnen uit bij Volharding. Oh, dat is een behoorlijke. Nou, we hebben Volharding uit, Witterhorst thuis. En we mogen nog de laatste naar Centrum Boys. Het zijn goede oefenwedstrijden. Dat zijn. Zo zie je dat? Of, ja, zeker. We vliegen ze in als oefenwedstrijden. Alles wat je, als we er doorkomen, is het is prima. Daar gaan we natuurlijk uiteraard ook voor. Want dat, ja, goed. Het is altijd leuk. Ja, zeker afwachten. De doelstelling voor komend seizoen, kun je daar iets over zeggen? Nou ja, goed, doelstellingen. We hebben bij elkaar gezeten en we willen hetzelfde bereiken als vorig jaar. Vorig jaar zijn we uiteindelijk nog 7e geworden. Dat is de uitgangspositie, daar gaan we voor. We hebben uiteraard wel wat ingeboet, ja. Qua kwaliteit. Ik bedoel, Gerry Rauwmim is weg, Robert Willemsen is uiteindelijk naar Venray gegaan. Die zou rond deze tijd fit zijn. Dus ja, daar missen we wel wat ervaring en kwaliteit in. Maar kijk, als je de doelstelling te laag inzet en het wordt minder, dan wordt het niks. Dus, nee, oké, okay, maar je hebt toch wel, wat ik zie in de achterhoede, is het nog even zoeken. Want ik hoor dat jullie behoorlijk het schuiven zijn, ja, met de mensen. Ja, zeker. Omdat je hebt wat ingeleverd. Ik bedoel, 2 jaar geleden Sander Lenders al vertrokken, heb je niet meer meegemaakt. Robert Willems is weg, Gerry Rauwmim is weg. Jimmy Telen is voorin vertrokken. Ja. Er is een speler niet gekomen. Ja. Job Buskers, begreep ik, die zou je komen. Ja, daar hadden we een goed gesprek mee gehad. En ja, een week voor de overschrijving belt hij op dat die toch niet komt. Want als ik het al zie. Ja, is naar Kwik uiteindelijk gegaan. Naar Kwik Venlo, ja. Ja. Ja, die zouden hier ook eigenlijk zijn, maar door omstandigheden is dat niet. Helaas zijn ze niet hier, ja. Moet ik het zo even zeggen.
Ja goed, Blerik, even daar terug op te komen. Achterin is het dus, dat is een beetje de Achillesziel van de ploeg. Ja, achterin is gewoon, daarom zijn we nu, daarom zijn het ook oefenwedstrijden, die bekerwedstrijden. In die zin dat we wat jongens daar gaan proberen. In het centrum, ja goed, wat ik net zei, je mist wat ervaring. En je kunt daar wel twee goede mandekkers neerzetten, maar ja, daar hebben we toch wat extra's nodig, zeker dadelijk in de competitie. Dus daar zijn we nu aan het kijken hoe en wat ja. Eigenlijk het beste is. Ja. Kijk je dan met een jaloers oog naar de selectie van Venlose Boys? Ja, tuurlijk. In die zin dat mocht daar iemand wegvallen, is dat altijd opvulling. En dat is bij ons niet. Maar uiteindelijk doe je het met de spelers die je hebt. En dat is vorig jaar ook gelukt. Vorig jaar hebben we nog B-spelers in moeten passen tijdens de competitie. Ja. En uiteindelijk zijn we zevende geworden. Nou goed, er zit een goede A achter. Oké. Okay. Ja, die jongens kunnen natuurlijk nu nog niet structureel in het eerste spelen, maar incidenteel, ja goed. En dan gaan we kijken of het tweede klasse waarde is. Voor een trainer is dat ideaal, want spelers het af en toe minder leuk, denk ik, hè? Als je veel spelers Ja, voor mij hadden we wat minder mogen zijn. Ook met deze toernooi, ja, je wilt natuurlijk zoveel mogelijk spelen. Ja. En ja, bij ons worden er gewoon twee verschillende helften al ineengezet. Mm-hmm. Dat is misschien voor de trainer een luxe, maar als speler wil je natuurlijk gewoon meer voetballen. Is de trainer nog zo erg op zoek naar de basis? Ik denk dat die in redelijk grote lijnen wel staat. Als je kijkt ook naar vorig seizoen. Ja, er zijn natuurlijk een paar posities die altijd wel nog geschoven worden. En dan is deze MIFA Venlo Cup de uitgelezen mogelijkheid om je te laten zien? Of ook wel niet omdat je zo weinig aan spelen toekomt? Ja, ik denk je kan je laten zien, maar het zijn inderdaad maar korte partijtjes. En de tegenstander is ook niet echt vergelijkbaar met het niveau waar je nu op gaat voetballen. Nee, absoluut niet. Kijk, zo'n Blerik of Irene, dat kan je wel laten zien, zeg maar. Ja, de overige teams spelen net wat lager, gaan net allemaal net wat langzamer. Mm-hmm. Op welke positie moet jij je richten, denk je? Of is dat weer abracadabra? Ja, dat is inderdaad weer abracadabra. Waar ze je nodig hebben. Ja, maar ja, de rechtsbackpositie. Fransje gaat een half jaar naar Rome toe. Fransnouaki. Fransnouaki. Ja. Dus daar komt wel een plek vrij, denk ik. Ja. Die heb ik vorig jaar ook wel vaak ingevuld. Ja, ook in de nacompetitiefinale. Ook nog, ja. Beetje zoals Victor Moses bij Chelsea, zei ik. Want speelde hij van drie verdedigers, hè? Ja, toen... Speelde jij in de rechterkant? Ja, toen speelde ik rechts, op de rechterflank, zeg maar. Ja. Dus, En Danny begint te lachen, want daar hadden we nog wel eens over. Daar gaat Victor Moses. Danny, vorig jaar eigenlijk ook een deel gehad aan de promotie, of zeg je van als trainer van tweede van Venlo Boys? Ja, als trainer van tweede, en dat zal bij elke club zijn, sta je altijd het teken van het eerste. Dus als er geen spelers van één ontbreken, dan wordt het aangevuld vanuit tweede, ook vanuit de A. Maar dat is inherent. Dus, ja. Dus als ik de aandeel heb. Ja, ik zie dat eigenlijk niet zo. Nee, dat zei je vorig seizoen al. Ja, kijk, er zijn jongens inderdaad die de stap gemaakt hebben, onder andere Bob Hoveling. Mathieu heeft veel wedstrijden, met name naar de winterstop gespeeld. Zeker niet onbelangrijk. Volgens mij heeft Jordi Hattie ook nog wel wat wedstrijden meegespeeld. En in Vleer was er ook met Bas Joren. Dus al met al, als er elk jaar jongens van het tweede uiteindelijk wat wedstrijden kunnen spelen, misschien een stap kunnen maken, dan denk ik dat de club gewoon heel goed doet. Ja, nu zelf de eindverantwoordelijke. Ja. Blij met die stap? Ja, ben blij mee. Ik hoor dat het gezellig is. Ja, kijk, als je op een kleinere gemeenschap is. Een dorp, zeg maar, wel, is het altijd wat. Het hangt meer samen dan wij zo in de stad. En het zal altijd zo zijn als we blijven. Het is gewoon zo. Maar je hebt één goede zet gedaan. Je hebt Marco Appeldoorn, of de eerste goede zet heb je, maar Marco Appeldoorn heb je leider gemaakt. Dat is natuurlijk leider, ik heb ik meer. Of dat is assistent. Ja, meer dat, ja. Maar ook een man die voor gezelligheid zorgt. Ja. En die jongens bij elkaar kan houden. Zeker. En zeker geen onverdienstelijk voetballer in het verleden. Zeker. Jij zelf ook natuurlijk niet. Ik heb Marco meer dan 30 jaar vanuit de jeugd van WVV. En ik heb altijd een goede band met Marco gehad sinds de eerste keer dat we elkaar zagen. En ik had zoiets van, Marco is een jongen van. Hallo, vanuit de club, vanuit Ivo Velde. En ik denk van, waarom zal ik zo iemand... Is dat van uw collega's, hè? Flatisten? Die zien er achteraan. Waarom zal ik zo iemand niemand erbij nemen voor de ondersteuning van op het veld met name? En ik heb Marco nog een gesprek over gehad. Marco was er heel blij mee. En die zei tegen mij van, ik wil het heel graag doen. Dus, en wat jij net zei van, in de kantine en dergelijke, ja, daar is je ook altijd wel aanwezig, laat ik het zo zeggen. Dus ik ben heel blij met Marco. Ja.
Ja, er kwam even een scheidsrecht tussendoor, meneer De Bruin uit Panningen, die was de weg even kwijt. Dat is hij wel vaker volgens mij, hè? Ja, weet ik niet. Die mag ik ja zeggen hoor, want... Nee, ja goed. Nee goed, excuses daarvoor, maar De Bruin is weer pleiten, dus daar gaan we weer. Ja, dat heb je erbij af en toe in de amateurvoetbal, hè? Ja, fouten worden gemaakt, geen probleem. Danny, ja goed, met Apeldoorn samen. Dan heb je Rick Verbeek ook nog erbij gekregen. Ja. Ja, Roy heeft zelf, toen ik bij VV rond liep Roy daar ook rond. Toen we samen liepen bij Ben van Dalstaris, daar was Rick daar speler van. Dat was 2006, 2007. Oh, ja, en heeft toen daarna ook de stap gemaakt naar het eerste en meerdere clubs in betaald voetbal. Ja, Rick is volgens mij pas 8 of 29, dus dat is nog vrij jong, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat elke club hier in Noord-Limburg met Rick Verbeek een aanwinst zou zijn. Want ik had het er met over met Rodi van de Heuvel afgelopen donderdag. Hij zei tegen mij van, waarom is hij niet naar de boys gekomen? Ik zeg, ja, Rick is een jongen. Ja, dat was lekker geweest. Weer een kopje. Ja, ik denk, laat ik het, als ik gewoon niet eerlijk zijn, als Rick Verbeek bij de boys erbij was gekomen, nou... Staat hij erin? 100%. Dan moet je als boos zich zorgen gaan maken. Rick kan ook controleren. Nee, maar laten we eerlijk zijn. Ja, dan is wel meer concurrentie, laat ik het zo zeggen. Maar ik denk dat elke amateurvereniging Noord-Limburg blij zou zijn als Rick Verbeek daar zou spelen. Ja, luister maar, als jij dadelijk ook nog Willem Heijnen erbij gaat krijgen volgend seizoen, als je dan zelf dan tenminste nog bent, als je niet ontslagen wordt bij de Rossoneri. Dat zou zomaar kennen, want dan, zoals je dat zegt, dan ben je spekkoper. Ja. Toch? Ja, fantastisch. Dan heb je nog die jongen van Heger erbij. Vind ik ook prima voetbal. Je hebt een goede keeper. Ja, altijd jeugdopleiding dus, de VV doorlopen. Je hebt, je hebt een fantastische as. En verder... Ja, dat soort jongens, die wil iedereen erbij hebben. Toch? Ja, zeker. Ja. Zeker die van de club zelf terugkomen. Ja. Clubmensen. Ja, ik denk dat, en er zijn ook wel wat jongens vanuit de jeugd die momenteel aankomen. Op zich zit ook wel potentie. Natuurlijk zal nooit een grote potentie zijn als bij Club Sanse Boys. Maar er zit wel wat potentie, laat ik zo zeggen. Absoluut. En ik denk ook wel als je, wat je net zei, als Willem eventueel de stap terug zou nemen naar Ivo. Ik denk dat je dan wel een heel prima elftal hebt. Ja, jij moet over de titel gaan. Jij zegt het, maar het is ook niet zo dat ik zeg van, ik ga niet voor de titel, toch? Zeker niet. Wij gaan heel eventjes kijken naar de grote sponsor van dit toernooi, want daarom zitten we natuurlijk bij elkaar, MIFA. En een kort introductiefilmpje over dit prachtige bedrijf. Welcome to a world of precision. Welcome to MIFA. MIFA specializes in extruded aluminium profiles, which are used in many different industries and in many different products. Dimensional tolerances from 0.02 millimeters, 12,000 unique profiles each year, 944 customers. We focus on companies that demand high standards for quality and precision. Experience it for yourself. Experience precision. Experience MIFA. MIFA, ja. Mooie sponsor, mooi bedrijf. We hebben Rob van Oene afgelopen vrij donderdag, moet ik zeggen, hebben we nog gesproken. Die sprak, die was zeer ambitieus over de MIFA Venlo Cup. Die had bijvoorbeeld over een internationaal karakter. Waarom geen ploeg uit Duitsland erbij? Of moeten ze dan harder gaan lopen? Ja, dat denk ik wel. Ja, maar die zit volgens mij al een paar stappen verder in de voorbereiding. Ja. Nee, maar als je wat ploegjes uit Kaldekerken, gewoon dat grensoverschrijdend, dat het aan elkaar zit, zou het ook mooi zijn. Ik denk, wijze van bijvoorbeeld Stralen. Ja, je hebt zelf een Duitsland gespeeld. Dus. Maar dan zou je misschien, dan zou je dan een MIFA Cup moeten maken, niet de Venlo Cup. Ja. Toch? Dan zou je MIFA Cup. Ja, nee. Goed. Dan zou je daar moeten aanpassen. Dat zou kunnen, man. Volgens mij is Stralen al competitie aan het spelen. Ja. Ik heb een paar gesproken, die hebben de hele voorbereiding 6 dagen rust gehad. Maar volgens mij moet je... Ik begrijp het doel. Misschien wat kleinere clubs. Misschien een club als Zuchtelen of zo. Of Kaldekerk, weet je wat. Dat zou misschien kunnen. Maar fantastisch zijn. Zuchtelen is een prima niveau. Ja, ik denk het ook wel. Dat zou wel kleiner. Kijk, Stralen is natuurlijk, die trainen 4 keer per week. Dus ja, en wat je net zegt, de competitie, die is volgens mij vorige week al gestart. Dus 2 weken geleden. Dus dat wordt een lastig. Maar in principe sta ik er wel open voor. Maar dan zou je wel zeggen, die vellen moet je nou weglaten. Want anders dan... Stoot je hem tegen het hoofd eigenlijk. Zou je zeggen, net als een Duitse club, dan waarom moet je dan Venlo zeggen? Maar je verliest dan wel het verbroedende karakter aan dit toernooi. Nou, ik denk dat je juist niet, dat Venlo en Duitsland, dat verbroedert met elkaar. We kennen een VVV nu.
Ik kijk wat steeds meer gebeurt, die uitwisseling. Ik denk dat dat wel... En dan heb je misschien nog sterker dat Venlo verbroeden, maar dan speel je misschien Venlo tegen de Duitsers. Ja. Dus dat is misschien balt Venlo nog wel meer samen dan. Misschien krijg je ook wel meer toeschouwers. Dat denk ik wel, ja. En ik denk dat amateurvoetbal, vooral in onze streek hier, eigenlijk echt wel aan toeschouwers nodig is. Ja, er staan er niet veel te weinig vrouwen langs de kant. Nee, ik bedoel om het goede kijk, het Danny. Ja, daarom stel ik je ook een Danny. Ja. Het vrouwenvoetbal is natuurlijk zit in de lift, maar de grootste groene sport. Vrouwen houden van voetbal. Waarom zouden ze ook niet naar mannenvoetbal komen kijken? Prima, maar ik denk dat Lieke Martens bijvoorbeeld vroeger niet fan was van Daphne Koster, maar van Maradona. Ik denk nog steeds dat veel vrouwen dus nog steeds van een kleins opkijken tegen mannen als idolen, dat zeker. Maar ja, ik weet, en dat Paul weet het ook, dat binnen de boys is een hele sterk vrouwenafdeling. Twee teams. Ja, die hebben zelfs vorig seizoen op een heel hoog niveau gespeeld. Mark Rietra traint die, de Haagsnijder. Ja, en uiteindelijk heeft de beste speelster even een stap kunnen maken naar Borussia Mönchengladbach. Van Bakhuis dat meisje. Ja, Chantal. Weet je met de vorm? Chantal Bakhuis. Dus ik denk dat hier bij Venice Boys zeker het vrouwenvoetbal leeft. Ik weet niet. Als SVB een vrouwenafdeling heeft? Nee. Wij hebben zelf ook geen vrouwenafdeling in ieder geval. Maar het vrouwenvoetbal leeft wel in Nederland, de grootste groeiende sport. En wat jij zegt, van ja, als er meer vrouwen komen, komt er uiteindelijk ook meestal meer mannen weer. Ja. Toch? Ja. Ja. Goeie cyclus. Ja. Dat is een vicieuze cirkel. Anders Danny Bala. Ja, maar dat is een win-win, dat is goed, ja toch? Ja. Ik ga ook niet zo vaak naar vrouwenvoetbal kijken. Nee, maar ik ben Tennessee Boys, ik heb hier dus 3 jaar gewerkt. Dus dan kijk, ik keek automatisch ook wel. Na wat wedstrijden, omdat die speelt of voor ons of na ons, dus dan heb je er toch wel meer binding met jullie. Is dat niet bij ons, Ivo is dat ook niet, dus dan heb je dan minder binding mee, zeg maar. Maar hier is veel, Fantasy Boys doen ze heel veel aan vrouwenvoetbal, laat ik het zo zeggen. En de pluk is op de vruchten dan, denk ik. Ja, ik denk dat het voor een vereniging altijd goed is, als je dat voor elkaar kunt krijgen. Ja. Sponsors vinden het ook, volgens mij wel. Dat denk ik ook, ja, zeker. Maar, ja, je zegt net zelf van vrouwenvoetbal, ja. Kijk, er is er altijd wel, bij veel mannen heerst nog wel altijd het gevoel van een beetje sceptisch over vrouwenvoetbal. Het hoort eerlijk zijn, toch? Ja, natuurlijk. Ondanks de discussie nog gehad over of een vijfde klasse wel of niet van het vrouwenteam zo. En eigenlijk tot stand gebracht door mij en Vos-trainer John Buxak. Het Nederlands zelf dan wel, hè? Ja, het Nederlands zelf wel. Ja, goed, daar zijn de meningen ook over verdeeld. En dat mag ook. Iedereen mag zijn mening hebben. Wel te ver onder, denk ik. Ik denk dat de Leeuwinnen gewoon van de vijfde klasse makkelijk winnen. Wat denk jij? Ja, winnen zeker wel. Wat denk jij? Ja, dat wel. Maar wat denk jij? Ik denk dat ze van de vijfde klasse wel. Ik denk van die drempel, misschien bij de eerste, tweede klasse ligt zoiets. Ja. Eerste klasse winnen. Nee, ik denk ook niet. Dat denk ik ook niet. Ik denk van menig. Van jullie nog wel, denk ik. Middenmoot tweede klasse. Van menig tweede klasse winnen zij denk ik ook niet. Nee, ja. Ik vind vaak het verschil daarin zo groot tussen de eerste en de elfde die ze op het veld hebben. Ik denk dat het daar vooral in zit. Ik denk dat in mannenvoetbal de verschillen binnen in de eerste elf wat kleiner zijn. Ja. Volgens mij hebben ze, ik heb natuurlijk niet veel wedstrijden gekeken van de dames zelf, maar volgens mij hebben ze ook niet, hebben ze maar misschien 14 of 15 speelsters gebruikt volgens mij. Ja. Toch? Ze hebben heel weinig speelsters gebruikt. Ja, ze hebben heel weinig speelsters gebruikt. Ja, ik denk als je daar een goede keeper hebt staan, dat je al heel ver kan komen in het toernooi. Ja, want dat is volgens mij vaak een gebrek bij damesvoetbal. Ja, een grote selectie is altijd, dan kom ik weer op jou. Maar wie ook een kleine selectie had, maar wie steeds een grotere selectie krijgt, is VVV. Ja, maar wat is dat dan? Hey? 2 gespeeld, 6 punten. Wie had dat gedacht? Bonuspunten. Had jij dat gedacht? Nee, ik niet. Nee, ja goed. Maar vorig jaar kon je wel al zien dat er een stuk basis is wat wel staat. En dat hebben ze bij elkaar kunnen houden. En die zijn natuurlijk super gemotiveerd om zich allemaal te bewijzen in de Eredivisie. Het zijn jongens die er altijd tegenaan hebben gezeten misschien, dus die willen wel wat extra stapje maken. En die kern, ja goed, je ziet dat staat en ik denk dat die eerste wedstrijd, die is natuurlijk altijd cruciaal. Maar ja, als je van een concurrent meteen kunt winnen, kijk Twente uit is natuurlijk in zover bonus, er zal niemand op geteld hebben. Nee. Maar ja goed, 6 punten en als je NAC en Sparta speelde gisteren gelijk, staan 5 punten achter. Ja. Dat is gewoon kerstmis voordat die voorbij zijn. Ja. Dus, ja, dat is wel, lekker. Dus is het ook al een beetje kerstmis nu voor VVV? Sommige mensen zijn altijd kerstmis. Ja, daar heb je gelijk in. Nee, maar ik denk wel, kijk, volgens mij beramen ze als je 34 punten haalt, VVV, of dan blijf je meestal niet. Dus, je hebt er al 6 binnen in 2 wedstrijden, dus tel ze er maar vanaf. En een ploeg als Den Haag, 0 punten. Sparta heeft volgens mij 1 of 2 punten. Twee punten. Heb ik eens gelijk gespeeld. NAC heeft volgens mij 1 punt. 1 punt.
Dus ja, je loopt wel al wat punten uit. Plus die punten worden nooit meer afgenomen. En het voordeel dat ze natuurlijk morgen een ploeg op bezoek krijgen, waar het dus echt niet momenteel in orde is, laat ik het zo zeggen. Nee, dat is op zijn heel zak uitgedrukt. Ja, dat, precies. Ja, dat is wel, maar, nou even terug naar, Ajax, uitgeschakeld in de Europa League, morste al punten tegen Heracles, kom dus met 3 punten minder naar Venlo toe. En in Venlo, daar loopt de populairste speler op dit moment in Venlo, die komt ook uit Venlo, Vito van Krooi. Ja. Heb jij nog met hem gewerkt in de jeugd? Ja, ik heb de eerste 2 jaar... Want even voor de duidelijkheid voor de mensen, jij hebt sinds dit seizoen ben je weg bij VV, maar hoe lang heb jij bij VV als jeugdtrainer gewerkt? Ik heb 11 jaar... 11 jaar een team gehad. En ook nog analyses wel eens gedaan voor het eerste elftal. Ja, ook. Ja. Ja. Maar goed, met, ja, absoluut. Met Vito gewerkt? Ja, in het eerste jaar dat ik zelf de D2 toen nog had, dat is nu onder 12, had ik hem erbij. Toen was hij vooruitgeschoven, dus toen liep hij een jaartje voor op de rest. Toen is hij nog een jaar gebleven en daarna is hij met zijn eigen leeftijd meegegaan. Dus de eerste 2 jaar heb ik daarmee gewerkt. Was het iemand die er toen al bovenuit sprong? Of? Ja, kijk, op die leeftijd is dat zo, die weg is dan nog zo lang. Ja. Terwijl toen al opviel is dat hij absolute winnaarsmentaliteit had. Hij kan niet tegen zijn verlies. Hij kan nooit tegen zijn verlies. Super eigenschap. Trainen, niet in wedstrijden, niet in alles. Dat zag je toen wel al. En dan is de vraag natuurlijk hoe iemand zich ontwikkelt. Maar ik denk dat dat wel een stukje is, als ze dat niet meer hebben, dat ze tegenwoordig sowieso niet meer halen. Ja, hij was hier donderdag nog de hele avond aan het kijken. Ja. En dat tekent ook wel een beetje de persoon die is. Vol van het voetbal, maakt niks uit wat er is. Ook altijd zichzelf. Ja, dat is gewoon... zolang hij dit gedrag blijft doen, is het prima. Ja, ik kan me niet voorstellen dat hij dat gaat veranderen. Nee, ik denk het ook niet. Zo die persoonlijkheid is het ook niet. Echt die jongen uit de buurt ook. Ja, dus, jullie kennen hem ook allemaal. Ja, zeker. Ja. En wars van verdette neigingen. Ja. Want het is ook wel knap, omdat hij natuurlijk in het begin ontzettend werd uitgefloten in de koel. Ja, dat is een beetje het nadeel, hè. De mensen zijn daar altijd redelijk kritisch. En vooral op eigen spelers, want dan moeten ze maar eruit en dan moeten ik denk dat het publiek eens kritisch op zichzelf moet zijn. Dat ze gewoon eens die mensen moeten komen aanmoedigen. En niet alleen tegen Ajax morgen. Ja, dat sowieso. Ja, dat neem ik wel weer van mijn rekening. Dan krijg ik een commentaar, maar dat interesseert me niet. Nee, dus... maar ze zouden de jeugd veel meer kansen moeten geven. Maar als ik zie wat er aan jeugd weggaat... Mm-hmm. Ja, jullie hebben er veel lopen van VV. Ja, ook, maar gewoon sowieso überhaupt in de regio. Dan denk ik van, die waren wellicht niet minder geweest dan wat er 2 jaar geleden stond. Nu staat er natuurlijk een veel sterker team. Maar toen had ik zoiets van, toen ze nog in de Jupiler stonden. Ja. Ja, sommige personen zouden daar niet meer staan. Nee. Uit de jeugd zelf, zeg maar. Maar daarom... Ik denk dat de stap wel aardig is, hoor. Ik denk het ook. Ik denk dat veel mensen zich daarin vergissen. Want, vorig jaar hoorde je dat ook, hè. Die ging het over Sjors toen. Hè. Oh, die kan makkelijk bij VVV mee in de eerste. Nee, dat denk ik niet. En dat is echt niet. Die stap is veel te groot. Maar Sjors moet ook wat... Sjors is een levensgenieter ook, hè. Nee, dus, maar buiten dat. Maar mensen denken zomaar dat wel even kan. De handig stellen is gaat enorm omhoog. Ja, zeker. Ja. Nee, maar ik bedoel ook die daar net zijn weggestuurd. Die tegen het eerste elftal aanzaten. Die toen zijn weggestuurd. Ja, en die op latere leeftijd wel, kijk maar naar hoe. Is eigenlijk ook een soort van... Teruggekomen, En dan hebben ze weer teruggehaald. Maar toen wel niet goed genoeg, hoor, op dat moment. Nee, oké, maar zo'n jongens hebben we misschien wel wat tijd. Maar hij speelt 2 hele sterke wedstrijden. Ja. Morgen is twijfelachtig of hij erbij is. Zoveel kneuzing in het kuitbeen heeft hij. Maar het verbaast me, ik heb hem ook na het wedstrijd gepast dat hij echt goed was, want ik had dat niet verwacht. Ik persoonlijk ook niet. Nee. Hij is toen vanuit onze jeugd is hij naar VV gegaan, was linksbuiten. Mm-hmm. Hij heeft zich daarna verdedigend, vooral bij Fortuna, heel goed ontwikkeld, denk ik. Ook als aanvoerder daar. En nu speelt hij gewoon solide op linksback bij VV. Nou, dan gaan we eens naar de voorspelling toe. We hebben nog geen Toto, die begint vanaf volgende week weer. Daar kunnen de kijkers ook aan mee gaan doen. En u kunt ook vriend worden van Voetbalroute. We hebben een professionaliseringsslag zijn we ingegaan. En een nieuwe weg, laat ik het zo zeggen. Of nieuwe weg, dat is ook overdreven. U kunt vriend worden van Voetbalroute. Op de site kunt u zien hoe dat kan. Alles is welkom. Om het even zo te zeggen. Maar we gaan even naar VV Ajax toe.
Wat wordt het? 2-2. 0-2. 1-2. 0-2. Oké, okay, dan sluiten we daarmee. Wie bent de Venloeken? Wij. Blerik. Vennesboys. Vennesboys. Nou, dankjewel voor het kijken. Dat was duidelijk. En tot volgende week. Dan zit Roger Bongaerts bij ons, bij Leonardo Mode in de winkel. Met waarschijnlijk nog een jeugdtrainer van VVV. En we hopen dan ook dat onze Hayansen terug is. Want die schijnt ergens in Duitsland te zitten aan het bier. Dus ik wens jullie nog een fijne dag verder.